Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mytopia, hier op Vaco Games. En jongens, zoals jullie zien, ik heb een gloednieuwe premierspet, een minister-presidentpet. Enige punt is, hij blijft totaal niet zitten. Dat kan twee redenen hebben, of die pet is te klein, of mijn hoofd is te groot. Ik denk het tweede, dus pet, ga je eventjes daar liggen, want ik heb hele belangrijke dingen te bespreken vandaag. En niet met mezelf, dat doe ik normaal gesproken ook heel graag natuurlijk, lekker met mezelf kletsen. Maar ik heb vandaag een hele belangrijke bespreking met iemand die verantwoordelijk is voor het politieapparaat. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, er zijn op dit moment wat problemen met de politie in allerlei verschillende steden. Mensen die worden in één keer doodgemapt midden op straat, politie steekt boetes in eigen zak. Grote problemen. Moeten we natuurlijk niet willen. Het moet veilig zijn op straat voor de mensen. En daarom heb ik een afspraak met meneer Dylan Rotjochi, de gozer die verantwoordelijk is voor die toko. En hij zou naar mijn kantoor komen, maar ik heb echt geen flauw idee. Dylan! Hey! Dylan! Kom hier! Dylan! Hoi Lars. Doe niet zo vrolijk, Dylan. Kom eens eventjes in mijn kantoor. Vrolijk? Ik heb loop je nou te schreeuwen naar me? Ja, nou, ik ben een beetje chagrijnig op jou, beste Dylan vriend. Op mij? Ja, op jou. Ja, niet zozeer op jou. Oké, dat was niet aardig van me. Ik sta een beetje... Ik ga het meteen zeggen. Ik ben op het moment... Ik zit hier even knijterharde koppijn. Ik word helemaal gek op het moment. Maar... Waarom heeft iedereen koppijn? David een paar dagen geleden ook al. Nou, het is gewoon zo druk. En het gaat allemaal... Heel veel dingen lopen de soep in. En daar zijn we dus mee bezig. Juist. En daarom, juist. Daar zijn we mee bezig. Ik denk dat ik daarom hier ben. Klopt. Ik heb je uitgenodigd voor een zeer serieus gesprek. Daarom zit ik ook met mijn armen over elkaar. Dat doe ik alleen als ik heel serieus met jou ben. Okay. Dylan, er zijn op dit moment, en je bent er waarschijnlijk wel al van op de hoogte, problemen met de politie in allerlei verschillende steden. Ja. Wat is jouw verhaal op dit moment over de politie in de steden? Want ik weet het verhaal, maar weet jij het ook? Wat is het probleem? Nou, er is een gigantisch grote probleem met corruptie. Op het moment. Ik ben overal van op de hoogte. We zijn niet stom bij de FBI. Dat is zeker niet het probleem. Er zijn heel veel mensen aangenomen bij de politie. Want ik denk dat je wel weet hoe het werkt. Ik ben de baas van de politiechefs. Yes. Maar ik ben niet de baas van de politie. Dus ik ga niet om wie ze aannemen. En daar ging het fout. Maar dat is inderdaad het grote punt. De politiechefs, waar jij verantwoordelijk voor bent, nemen de verkeerde mensen aan. Ja, die nemen gewoon de verkeerde mensen aan. Het komt gewoon, er is gewoon heel veel vraag naar politieagenten. Het is nodig. Dus ze hebben Jan en Alleman gewoon aangenomen, die wel oké leek. En in het begin deden ze het ook wel goed. En er was ook gewoon veel chaos. Maar sommigen die hebben het gewoon niet door hoe de wet in elkaar zit. Die hebben mensen neergeslagen. Er is een agent die ondertussen al over de 100 kills heeft gemaakt. Het is gewoon een en al chaos. Maar ja, er zijn ook veel mensen op straat die zich gewoon misdragen, Lars. Ben ik absoluut met je eens. Ik heb ook het gevoel van als er iets misgaat in de steden, dan is het 90% de schuld van de mensen die op straat een beetje aan het kutten zijn. Ja. Maar ik hoor ook verhalen van mensen die op straat staan, gewoon een beetje te praten met hun vrienden die ze net ontmoet hebben in de stad. En dan komt er bijvoorbeeld een agent langs en die zegt, hey, waar ben jij aan het doen hier midden op de straat? En dan zeggen de mensen, ik sta te praten. En dan zegt de agent, dat mag niet, ga aan de kant. Ja, maar ik mag hier toch staan, het is openbare weg. Niks met te maken, hier heb je een stok op je bakkes. Dat kan toch niet, Dylan? Nee, dat kan zeker niet. Er zijn ook, ik ga het je vertellen wat er allemaal aan de hand is zelf. Op het moment is er dus een paar agenten, die snappen de wet gewoon niet helemaal toch. Snappen wel is dat ze dat... Het is op zich gewoon handig. Ze hebben gewoon powers gekregen van, ja, je hebt een knuppel. Gebruik het verstandig, als die naar je luisteren mag je mappen. Ja, maar, dat is het idee. Maar... Wel als mensen, daar moeten wel naar je luisteren op het moment dat je het recht hebt om te zeggen dat ze weg moeten. Bijvoorbeeld als iemand in jouw gebouw staat of op het plot van een ander en die persoon zegt hij moet van mijn plot af. Er zijn sommige agenten die zijn gewoon een beetje doorgeslagen en die gingen ook mensen op de openbare weg aanvallen. Slaan. Ik heb iemand een rij iets in meppen omdat ze niet een nette rij vormden. Hallo? Voordringen is geen strafbaar feit. Nee, dat is hooguit een beetje irritant, maar dan is het aan de burgers van de stad zelf om daarop in te grijpen. Ja, en het... Als ik voordring bij de Albert Heijn, dat kan toch niet? Nee, dat moet meteen neergeknuppeld worden. Dat gebeurt toch ook niet? Nee, zeker dat niet. Dat doen ze gewoon niet. Nee, en er zijn ook heel veel... Het probleem is ook dat heel veel agenten niet opgewassen zijn tegen verkopers. Bijvoorbeeld straatverkopers of dealers die denken dat ze slim zijn. Bijvoorbeeld, ik verkoop toch op mijn eigen plot. En mijn heeft geen gebouw, dus is het straatverkoop. Want het is daadwerkelijk op straat. Nou, ik heb ze gezien, die grote kisten midden op hun plot. Juist, en dan zeg ik al heel simpel, ik ben heel simpel, waar is je vergunning dan? Ja, die hebben we niet. Ja, dan moet je dus je shop gewoon niet verkopen, anders ben je aan het straatdealen en dan pakken we je gewoon op. Ja, onze vergunning ligt nog bij de gemeente. Zeg ik, dus als ik het echt ga rijden met mijn auto, ik word aangehouden. Ja, nee, maar mijn rij was nog steeds bij het CBR.
Ja, dag. Zo werkt het dus niet. En sommige agenten die kunnen ze daar niet tegen opgewassen. Als je wil handelen, dan heb je een vergunning nodig. Ja, en vrij simpel. En daarom gaan we nu heel simpel. Er gaat een gigantische bezem. Ik ben de bezem. Die gaat door alle politiekorpsen heen. Er zijn chefs zijn ontslagen. Er is één chef ontslagen. Er zijn een paar chefs die zijn doorgestroomd naar de bank. Want daar was ook nood. Dus ik ben 1-2 gehele goede chefs weer kwijtgeraakt. Ik heb een nieuwe chef aangenomen in Contractia. En met hem ben ik nu samen toevallig in Contractia bezig. Want daar is natuurlijk de meeste criminaliteit. En dat is op dit moment wel echt het knelpunt. Contractia. Iedereen die zit daar. Ja, het beste is gewoon, en iedereen doet daar maar. Het beste stad om daar naartoe te gaan zijn gewoon Greydale. En die heeft gewoon zijn oordeel op zaken. En Rolandia. Contractia's. Daar schijnt de politie wel beter te zijn, heb ik gehoord. Ja, zeker weten. En ook gewoon het wetshuis. Want ze zijn ermee bezig, want er is nieuwe burgemeester in Contractia ondertussen. Dat is Dropveter. Die heeft mij persoonlijk aangesproken van... Hey, kun jij inderdaad zorgen dat het apparaat van de politie weer gaat werken? Heeft ze mij FBI op aanvraag gedaan. Normaal gesproken kan ik het aan jou vragen van... Nou, heb ik daar recht toe? Ik heb er sowieso recht toe, want je kan me al terugroepen. Maar ik dacht van ja goed, ze hebben het nodig, het is een noodingrijp en we zijn nu gigantisch aan het bezemen daar. Dus vandaag, dus als je nu zegt over een kwartier of een half uurtje, heb ik nogmaals een gesprek met de chef, de nieuwe chef van de contractie, dat is op het moment Nassie regeert. Verstandig. En er komt een gigantische bezem, gaat doorheen, we gooien eerst iedereen eruit. Alle wapenstokken zijn trouwens al ingeleverd. Keurig, daar gaat het vaak fout, die wapenstokken, ja, jongen. Dus voor mij mogen ze zeggen, we mogen duizenden mensen jailen, dat boeit me niet. We gaan niemand meer doodslaan zomaar. Dus de enige met wapenstokken zijn nog alleen nog de FBI op het moment. Keurig. Dus dat is mijn eerste ingrijp geweest. En nu gaan we gewoon de mensen die het niet goed begrijpen, die gaan we gewoon ondervragen wat de antwoorden zijn. Ik heb er al twee aangenomen, twee nieuwe agenten. En ik heb er eentje al ontslagen die gewoon niet de juiste antwoorden wist. Dus bijvoorbeeld inderdaad van, nou goed, er staat iemand op straat. Hij verkoopt, wat doe je? Een vergunning vragen. Kijk of dat die vergunning heeft. Nou, dat kwam dus niet met het antwoord. Oké, goed, wat ga je dan doen als hij inderdaad geen vergunning heeft? Dan sluit je hem op. Ja, geef ik een boete. Oké, wat nog meer? Eerst de boete. Eerst de boete en meelopen naar het bureau. Ja, maar als hij niet wil meelopen, wat dan? Ja, dan sla ik hem dood. Fout. Doe je hem in jail. Slash jail. We hebben een command die heet slash jail. En dan kan iemand in de gevangenis zetten. Kan je hem daar gewoon ondervragen. Klaar. Dan kan hij daar blijven zitten. Hij kan er niet weg. Hij kan met niemand communiceren daar. Nee, daarom. Dus dat soort agenten, dat ontslaan we gewoon. Dus je moet gewoon weten wat er speelt. En niet gaan handelen omdat je denkt, ja, ik heb een knuppel, dus ik ga hem gebruiken ook. Nee, zo werkt het helaas dus niet. Dan ben je gewoon een enorme knuppel, als je dat op dat moment aan het doen bent. Je bent politie. Dan heb je een verantwoordelijke functie. Dan moet je zorgen dat je er bent voor de mensen van de stad. En niet tegen ze. Dat is het hele idee. Dus Dylan, ja? Het is inderdaad wel een goed idee om die bezem erdoor te halen. Ruim zoveel mogelijk van die corrupte en irritante agenten die geen idee hebben wat ze doen. Ruim ze alsjeblieft op. Over corrupte agenten gesproken meteen trouwens, meneer de minister-president. Ik ga vandaag met de sweep, heb ik 4 agenten, ga ik gewoon in de gevangenis zetten van de FBI. Want ze zijn corrupt. Die hebben boetes aangenomen en die hebben ze nooit betaald aan de politie, maar lekker hun eigen bank gestoken. We hebben de FBI ook al? Niet bij de FBI. Niet een FBI-agent, maar we gaan ze opsluiten bij de FBI, want ze natuurlijk... Oh, bij de FBI. Ze zijn natuurlijk gevaarlijke mensen. Nee, mijn FBI-agenten zijn goed, die hebben... Ik schrok al. De enige FBI-agenten die vermoord hebben, zijn degene die jou beveiligd hebben en zijn degene die dag 1 beveiligd hebben. Voor de rest hebben we niemand anders vermoord, dus we zijn heel erg bezig met inderdaad zorgen dat de stad gewoon veilig is zonder te mappen. Juist, dat is hoe het hoort. Gewoon veilig, maar wel veilig. Ja, eigenlijk. Gewoon veilig. Gewoon veilig. En we tellen ook altijd af, hè. Van binnen 5 seconden zijn jullie hier gewoon weg. En zijn jullie niet weg, dan hebben we het recht om je neer te mappen. Juist, ja, maar dan alleen de FBI op dit moment. Alleen hè? De FBI en de politie heeft geen stok meer. Juist. Alleen de chefs hebben nog stokken. Maar die zijn ook natuurlijk slimmer dan de gewone agent. Ja, natuurlijk. Maar de chefs die sturen de agenten aan. En als het bij de chefs al fout gaat... Ja, wat hebben de agenten er dan nog over te zeggen? Dus het is wel een goed idee om die wapenstokken van die agenten af te pakken. Alleen nog de chefs te bewapenen. Ja. En mocht het dan echt fout gaan, dan kan een politieagent altijd iemand in de cel gooien. Of als het helemaal uit de klauwen drijft te lopen, zijn chef of de FBI bellen. Daarom, het gaat allemaal nog, het gaat gewoon nu wel beter. Er wordt gewoon duidelijke toespraken. Er wordt gewoon bijgehouden wie waar werkt. En dat is... ben ik nu heel erg achteraan te gaan. Het is natuurlijk mijn taak als FBI-agent voor de chefs. De gaten te houden. De chefs worden gewoon strenger aangepakt met... jij hebt wel een leuke skin, dus ik neem jou wel aan. That sort shit not gonna fly anymore. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Dat kan je toch niet maken, Dylan? Dat zijn dingen die niet kunnen. Ja, je hebt een Donald Duck skin, dus je wordt aangenomen. Ja, mensen werden gewoon te snel aangenomen, omdat ze bijvoorbeeld... ze hebben een goede cv ingevuld. Ja, maar dan kan je zo van Google kopiëren. Het was gewoon, ja, het was even nood. Dat is wel zo. Ze zijn aangenomen uit nood.
Het is een beetje uit de hand gelopen, maar die gaan we nu gewoon opruimen. Het wordt gewoon allemaal beter. Ja, nood breekt wet, dat ben ik wel met je eens. Maar zorg er alsjeblieft voor, nu de boel echt goed loopt, dat er veiligheid is voor de burgers. Dat is het allerbelangrijkste. Jij gaat de bezem erdoor halen. Yes. Over binnen nu en, ik gok een week, kom ik even bij je terug. Kijken we hoe het staat. En of dat er daadwerkelijk verbetering is opgetreden. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij dat helemaal goed kan. Want jij bent een prima organisator. Jij kan de FBI keurig aansturen om de agenten in toom te houden. Als jij dat gaat fixen, ga ik proberen om mijn kantoor in te richten. Want dat zijn mijn belangrijke dingen. Ieder zo zijn eigen prioriteiten, meneer de minister. Dat dacht ik ook. Hè? Ik heb je wel keurig netjes uitgenodigd hier. Ik moet wel een kantoor hebben. Want zonder kantoor kan ik geen belangrijke mensen ontvangen. Ja, ik geef vast een tip. Een stoel. Een stoel? Ja, is wel handig. Ik had een stoel, maar die is weg. Dus iemand heeft mijn stoel gejat. Ja, ik zie het. Je werknemers zijn ook niet echt aanwezig op het moment, hè? Nee, op het moment niet echt. Ik weet niet wat die zijn. Volgens mij zitten die op school of zo. Ik weet niet waar ze zijn. Ik ga ze ongetwijfeld vinden. Dylan, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ga de steden schoonmaken. Ik ga aan de slag. Tot ziens. Fijne dag, minister. Dank u wel, meneer Rotjochie. Vaco Gamers. Dylan die gaat het helemaal keurig netjes oplossen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ga proberen of dat ik mijn grote ministerspet weer terug kan vinden. Want die ligt daar op de grond. Ik moet natuurlijk wel een ministerspet hebben. Dat is heel belangrijk. Anders heb ik geen gezag. Het wordt keurig netjes opgelost. De politie van zowel Qtraxia als misschien zelfs Heratopia en nog een paar van die andere steden wordt veranderd. Er komen nieuwe mensen aan die keurig netjes jullie van dienst gaan zijn. Dat is natuurlijk belangrijk. Jullie zijn de burgers en de politieagenten zijn er om jullie te dienen en niet de andere kant op. Vaco Gamers, bedankt voor het kijken. Check het kanaal van Dylan. Ik zie jullie de volgende keer. En waarschijnlijk is dat met een livestream heel erg binnenkort. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!